Ik wil vandaag spreken over een van de kern van de Bijbel. De kern van ons christelijk leven. En de titel is Zonder mij kunt u niets doen. De tekst staat gebaseerd in Johannes hoofdstuk 15 vers 5. Waar Jezus zegt, ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En dat is ook precies in dit moment, op dit moment ook van toepassing. Het is zwaar, het is moeilijk voor sommigen, voor de familie. Maar met Jezus Christus is het mogelijk om te dragen. Met Jezus Christus kunnen wij dan een blij gezicht hebben. Met vruchten dan verder gaan, alhoewel er pijn in ons hart doet. En ik weet dat de Heer met u allen is. Met de familie, met Edwin, met opa, met Robert en de andere familie. Natuurlijk voor de meisjes en kleinkinderen natuurlijk. God is met jullie. Afgelopen zaterdag heb ik voor de kinderen gesproken over deze tekst. En ik had een druivenplant meegenomen naar Amstelveen. Dus het was best een klus om dan zo'n lange plant aan mee te nemen. We hadden hem donderdag gekocht. En ja, we dachten van het is mooi dat de kinderen dat kunnen meemaken. Dat ze kunnen voelen, dat ze kunnen zien. Dat ze ook zelf kunnen snijden. Of snoeien bedoel ik. Nou, dat gewoon mooi. Maar ik dacht, de lessen zijn er zoveel. Dat we ook hier in gemeente Elkom kunnen leren. En vooral omdat ik vandaag niet zelf spreek dan voor kinderen. En dan het heel eenvoudig. Maar dan gaan we andere lessen hieruit halen. Ik heb niet zoveel ervaring met druivenplant. Dus daarom heb ik Sandra gevraagd om dat uit te kiezen. En dan ging ze allemaal, alle planten die daarin zweert, zo heet die zaak, waren. Om dan gewoon de beste eruit te kiezen. En dan begon ze dan te kijken of de stam dan dik genoeg was. Of hoeveel hoofdtakken waren. Hoeveel zijtakken er waren. En of er dan natuurlijk druiven waren. Nou, dat is belangrijk. Want je had wel een goedkopere kunnen vinden. Maar die had nog geen druiven. En ik dacht van, ja, voor mij is het belangrijk. Het is klein. We kunnen het meenemen. Maar ze dacht gelijk aan, ja, hoe ziet het dan? We willen gewoon druiven hebben natuurlijk. En zij heeft enkele dingen eruit gehaald. Enkele dingen dus opgelet bij het kopen van deze druifplant. En dat is de hoofdtak, is de stam dan sterk, maar is de hoofdtak dan dik genoeg? En zijn de bladeren dus gezond natuurlijk? En toen heeft ze me verteld wat ze dan thuis dan heeft geleerd over druivenplanten. En dan wil ik met jullie delen. Misschien hebben jullie ook ervaring met wijnstokken, met druivenplanten, hoe het is. En natuurlijk Isabel dan. Misschien heeft ze het ook gezien of meegemaakt in Frankrijk. Maar ik dacht van, het is mooi om dat te delen met jullie. Dat we ook daaruit dus een les kunnen leren. Sandra zei me, het is belangrijk dan voor een druivenplant om dan altijd vooruit te kijken. Hoe wil je je plant hebben? En natuurlijk, aan de hand daarvan, dan ga je kijken en ga je zoeken naar een plant. Als het te dik is, dan kan je niet meer aanpassen in de situatie van waar je woont en waar je het natuurlijk zou willen brengen. En als het veel te wild gegroeid is, dan kan je weinig mee. Ja, je kan wel snoeien, maar ja, moet je denken, je moet dan, of je hebt pas vruchten over 2-3 jaar. Dus het is heel belangrijk dus om vanaf het begin te weten, waar wil ik dan bereiken met zo'n druivenplant? Waar wil ik hem hebben? En aan de hand daarvan, dan begint het hele proces van snoeien. Want eigenlijk heb ik begrepen dat het belangrijkste gereedschap van een wijnbouwer is de schaar, onder andere. Waarom zeg ik een van de belangrijkste? Omdat de meeste gaat het om snoeien. Om snoeien hier en snoeien daar en snoeien hier. En ik heb begrepen dat het drie keer per jaar wordt gesnoeid. De eerste keer is in maart, na de winter. Dus alle bladeren die uitgedroogd zijn, alle bevroren stukken, knoppen, dan moet je allemaal gaan snoeien. Want die zijn gewoon niet goed. En je moet natuurlijk ook weten waar je snoeit. Niet dat je de topjes dan gaat snoeien en dat er helemaal niets eruit komt. In juli, augustus, dan moet je ook weer snoeien.
Omdat je dus natuurlijk moet weten hoe de druiven zullen zijn. Je snoeit de punten, zodat alle kracht van de plant blijft bij de trossen. Je wil gezonde, grote trossen hebben. En je wil niet dat het dan zoveel zijn en zoveel bladeren, dat het dan helemaal wild is. Maar dan heb je ja, kleine, zure druiven. En dan kan je ze niet zo goed ervan genieten. Dus, gisteravond zat ik ook te lezen. En dan blijkbaar, dus je moet snoeien achter de tros. Dus dan kijk je de tros en dan ga je erachter snoeien. Of ja, aan de hand van hoe je dat ook wil hebben. Dus dan blijft alle kracht bij de tros. En dat is een zo'n belangrijke les. Want eigenlijk Jezus sprak over zijn gemeente. Hij had het over dat de gemeente is deze druivenplant. En deze druivenplant moet eigenlijk een sterke wijnrank worden. We kunnen niet blijven als een druivenplant. Het moet dan dik, stevig, sterk zijn. In onze druivenplant, ga ik jullie laten zien. Ik heb hem. Hier, dit is onze druivenplant aan het balkon. Degene die daar geweest zijn. Dan weten jullie waar eigenlijk staat. En de bedoeling is dus dat uiteindelijk groeit het. Dus de zeetaken groeien dan. En we hopen dan een mooie. Ja, mooie bocht of zo dan met bladeren en druiven tussenonder. Ik vond het zo mooi dat helemaal onderaan, dan kun je zien, welke is dat stukje dat gesnoeid is van vorig jaar en daar groeit een takje en daar heb je al druiven. Ik weet niet of jullie dat al kunnen zien. Maar die andere die groeit vanuit de stam, daar heeft nog geen druiven. Dus Sandra vertelde mij dus dat. De stam heb je, dan groeit er een tak, maar daar ga je dus geen druiven verwachten. Je moet dus dan snoeien en dan het jaar daarop, die groeit dus van die andere, dan pas kan je druiven hebben. En dat zag je gewoon in onze druivenplant. Dus dan heb je eentje die groeit van dat takje die gesnoeid is vorig jaar en daar heb je druiven. Maar die andere hier aan de rechterkant, alhoewel het groeit even groot als de andere, die heeft geen druiven. Dus dat vond ik zo interessant om te zien. Want in het geestelijk leven is dat precies hetzelfde. Als in de gemeente gesnoeid moet worden, kan je soms niet in hetzelfde jaar vruchten verwachten. Dan moet je dan pas volgend jaar of misschien het jaar daarop, dat je dus dan vruchten verwacht. En als je niet op tijd snoeit, en Sandra had het ook een keertje over thuis, in Zuid-Duitsland hebben ze ook een plant. En dan is ze vergeten om te snoeien. En dan begon het dan zo wild te groeien. En dan zegt ze, nou, ik ga niet meer snoeien. Het is, nu moeten we wachten. En dan, want als ik nu snoeit, dan hebben we geen druiven volgend jaar. Dan moet ik pas wachten tot een ander jaar. En daar heb je die kleine druifjes. Gewoon echt heel klein trosjes die je hebt. En dan hopen we dan te genieten en dan met jullie dan te delen. Als die dan zover zijn. Ik wil nu gaan naar Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Want ik heb het net gesproken over vruchten. En als we denken aan vruchten, dan is het voor ons duidelijk dat vruchten zijn daden. Die zijn werken, noemen we ook in de gemeente of in christelijke termen. Dat zijn dingen die je moet doen. En hier is het dan voor sommigen, voor ons soms gevoelig. Van wat zijn eigenlijk deze vruchten? En wat moet ik doen en wat moet ik niet doen? Komt het dan van mij of komt het niet van mij? Is het dan van de Heere of is het van mij? In hoeverre moet ik dan dingen doen? Of in hoeverre moet ik hem aan de Heere overlaten? En in Galaten hoofdstuk 5 vers 22 zegt ons. De vrucht van de geest is wat? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, deze zijn de
vrucht van de geest. De Bijbel zegt niet de vruchten van de geest, alhoewel er 9 zijn. Die heeft het over de vrucht van de geest. En de reden waarom het dit is, is omdat het net als bij de trossen. Een tros is het gevolg van een bloem. En de tros is de vrucht van de plant. Alhoewel jij misschien 10, 20, 30 of zelfs meer druiven in een tros zou kunnen hebben. En dan zie je het ook precies dezelfde bij een bananenboom. Degene die het dan van dichtbij hebben gezien, of van een plaatje. Dan hangt zo'n lang ding en dan, dat is de bloem. En uiteindelijk hangen ze ook zulke kleine banaantjes daar. Maar en dat wordt dus van één bloem, één vrucht, maar dat is dus de tros. En die tros is eigenlijk de vrucht van de geest in dit geval. Dus wat kunnen we dan verwachten? Ik kan niet verwachten dat de tros druiven dan één grote druif heeft, dan die andere helemaal klein en nou ja, niet echt ontwikkeld. Ik kan niet verwachten dat een bananentros dan alleen maar enkele bananen dan groot en dat die anderen zo groen en klein gebleven zijn. Het is of alles of niks. En dat laat ons denken. Want als de vrucht van de geest deze dingen zijn, dan moet ik ook kijken, is het dan bij mij zo ontwikkeld? Want lief zijn is niet hetzelfde met liefde hebben. Er is een verschil tussen gelukkig zijn en blijdschap hebben. Er is een verschil tussen een rustige persoonlijkheid hebben en vrede hebben. Er is een verschil tussen problemen vermijden en geduld hebben. Er is een verschil tussen heel veel vrienden hebben en vriendelijkheid bezitten. Er is een verschil tussen sterke wilskracht hebben en goedheid hebben. Je kan met heel veel wilskracht dan heel veel dingen doen en goede dingen doen. Maar is dat de goedheid waarover de Bijbel dan spreekt? Er is een verschil tussen geloven dat God bestaat, geloven dat hij terugkomt, geloven dat de Bijbel het boek van God is en Gods woord is, en echt in God geloven. Of echt het geloof van Jezus Christus hebben. Er is een verschil tussen zacht zijn en zachtmoedig zijn. Er is een verschil tussen sterk zijn en zelfbeheersing hebben. En dan kunnen we zien dat misschien hebben wij deze dingen nog niet zo ontwikkeld in ons leven. En waarom zeg ik ontwikkeld? Omdat ze dan net als de kleine trosjes van onze druivenplant zijn. Ze zijn er. Je ziet ze. Je ziet het begin. Ik zie het geloof in de gemeente. Ik zie dat we graag dingen voor God willen doen. Ik zie ook dat er blijdschap in ons is. Ongeacht de situaties en moeilijkheden. Maar hoe rijp zijn ze, is dus een kwestie dan voor God. Een kwestie ook voor ons, hoe lang wij bij de wijnstok blijven. Want uiteindelijk, de tekst die wij dan als inleiding hebben gelezen, spreekt over dat zonder Jezus wij helemaal niks kunnen doen. En het is interessant om te zien dat alles in de Bijbel draait om blijven. Blijf zitten, blijf stil, zeggen we dan soms tegen de kinderen. Ja, ze kunnen gewoon niet stilzitten. Toch? Het is heel moeilijk. En voor sommige jonge mensen ook. En ik heb het ook met Sandra. Dat ze gewoon echt de been moet bewegen de hele tijd. Gewoon met de vinger iets moet doen. En ik zie Valerie soms ook met zijn haar spelen. En het gewoon echt blijven is gewoon. Ja, en dat zit gewoon bij hun. En dat is gewoon fijn. Het belangrijkste is dat we niet van hem wegrennen. Het belangrijkste is dat we in hem mogen blijven. Want dat alles draait hieromheen. De slechte gedachten komen omdat we niet blijven. De slechte verlangens, de boze reactie, de discussie, de jaloezie die we soms hebben, komt omdat we niet blijven. We blijven niet in de wijnstok. En omdat we niet in de wijnstok blijven, zijn we zwak, falen,
En falen wij in ons christelijk leven? We worden vijandig tegen elkaar. We mogen elkaar niet. We oordelen de anderen. We vergeten dat eigenlijk het belangrijkste is om in hem te moeten blijven. Als we terugkeren naar Johannes hoofdstuk 15. En dan wil ik hem vers 1 en 2 lezen. Zien we precies hetzelfde wat ik dan zei over de druivenplant of deze wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt de weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat ze meer vrucht draagt. Als je dan sterke of rijpe vruchten wil hebben, dan moet je natuurlijk de bladeren snoeien. Zodat er meer zon komt en dan worden ze snel rijp. Wil je niet dat ze dan snel rijpen, zodat je dan voor een langere periode dan druiven hebt en niet alles tegelijkertijd rijpt, dan moet je soms wel bladeren laten. Dan komt er minder zon en dan worden ze niet allemaal tegelijkertijd rijp. En dat is wat God ook met ons doet. Hij snoeit zodat wij zoete karakters mogen hebben. Zodat wij mogen rijpen. En het mooiste hiervan is dat de ware wijnstok is de Heer. Dat wil zeggen dat andere wijnstokken zijn. Dat wil zeggen dat wij druivensap... eigenlijk is dit niet wat ik wil zeggen. De sap van de plant, we kunnen ergens anders ook vandaan halen. Maar dat is dan misschien niet de ware wijnstok. Het is dus niet de ware voeding, niet de ware bron waar we het zo moeten hebben. Lucas hoofdstuk 6 vers 43 zegt, want er is geen goede boom die slechte vrucht voortbrengt en geen slechte boom die goede vrucht voortbrengt. Wat willen we hiermee zeggen? Zoek je appels? Ga je niet bij de druivenplant gaan zoeken? Of wel? Nee, dan moet je bij de appelboom gaan zoeken. Wil je peren? Dan ga je bij de perenboom. Wil je echte zoete druiven? Dan moet je bij de wijnstok gaan. Willen we echt de vruchten of de vrucht van de geest, dan moeten we bij Jezus Christus blijven. Blijven we bij hem, zijn ze zo lekker, zo zoet. En dat is eigenlijk wat hij wil rijpen. Wanneer zie ik de vruchten in mijn leven? Hoe weten wij of het een karaktertrek van mij is, of het echt van de vrucht van de geest is? Hoe langer wij in gebed staan, hoe meer wij dan zullen zien dat onze vruchten anders zijn. Maar als we soms kijken naar onszelf, dan lijkt het alsof wij dan eigenlijk zo meer zouden moeten bidden. Dat dankzij de beproevingen die komen in ons leven, we dichter bij de Heer komen, omdat we steeds meer gaan bidden. Maar wanneer dat niet zo is, dan even snel. Of dan vallen we in slaap terwijl we aan het bidden zijn. Of dan is het, of dan zijn we 1 of 2 minuten gebed personen. Dat we echt maar even snel of even in eenzelfde gebedje dat we altijd zeggen. Maar ja, daar hangt het alles. Daar zien we de kern van dit alles. Willen we echt in hem blijven, dan moeten we ook in contact met hem blijven. Verbonden met hem zijn. Ja, maar we komen naar de gemeente. We doen dingen voor God. Is dat niet goed? Is dat niet echt wat God van ons verwacht? Of moeten we echt iets anders gaan doen? Ik heb iets meegenomen vandaag. En dan wil ik jullie een voorbeeld laten zien. Van een mooie tros druiven. Dat is lekker. Zo? Ik zou het vergroten en ik zou hem gewoon misschien mooi op mijn woonkamer kunnen zetten. Of niet? Zullen we dat doen? Maar waarom niet? Het is gewoon prima.
Maar wat gebeurt als ik dan op het boor zet? En je zegt van, nou, wil je wat druiven hebben? Gewoon snoepen? Lekker. Het is toch mooi? Het ziet zo echt uit. Het is precies hetzelfde alsof het echt was. Zul je dat opeten? Zul je dat willen? Je kan het niet opeten. Het is wel mooi. Je hebt niks er tegen. Maar kan je het echt werkelijk opeten? Nou ja, dat is een voorbeeld, misschien niet het beste. Dus ja, dan ga ik misschien deze andere halen. Zou je wel deze opeten? Ja toch? Is lekker. Oké, nou, dat is gewoon wat anders. Ik weet niet iets. Dan zei ik tegen Isabel, die zei dat ze het zou willen opeten. Zou je het opeten? Dat zijn echt druiven, of niet? Nee, ze zijn niet echt. Huh? Je wil wel? Oké, ja, pak maar. Ja? Pak maar. Nee, er gaat iets gebeuren dan. Nee. Je mag hem gewoon hebben. Ja. Maar mag ik ook wat delen? Ja. Kijk, het is niet echt. Ja, precies. Dat is het. Zijn nep. Dat is het. Ja, verstand nou. Precies. Dat is de les. Ik ben gewoon verleid. Nee. Je hebt het juist goed gedaan. Want nu kunnen we zien. Oh, het is geloof. Dat ook, ja. Maar in dit geval gaat het om, van afstand lijkt het alsof het echt is. Bij jou niet, bij sommigen wel. Ja, als ik gewoon zo doe, dan lijkt het echt alsof het echt is. Maar in het moment dat je dit ziet, dan zie je dat het gewoon niet echt is. En van afstand lijkt het dat het echte vruchten zijn. En sommige mensen zullen in ons kunnen zien, misschien, en dan zeg ik niet dat dat zo is, dat we echte christenen zijn. Omdat je ziet dat echt goede vruchten zijn. Maar dit kan zijn een goede fariseer zijn. Dit kan echt een goede fariseer zijn. Die lijkt echt te zijn. Maar hoe kan je dat onderscheiden? Als je het gaat opeten. En het punt is, deze vruchten zijn niet voor ons alleen. Maar zijn ook voor de Heer. Je kan wel mensen voor gek houden. Of je kan mensen wel denken, zoals Isa die komt echt om ze uit te delen. Dan van, nou ja, laten we de gemeente gewoon druiven geven. En dan denk je maar, oh wacht even, dit is niet echt. Maar dan moet je dichterbij komen. Dan pas, als je bij iemand thuis bent, dan besef je, is deze persoon een echte christen of niet? Het is pas wanneer je dat gaat opeten, wanneer je gaat genieten van deze vrucht, dan pas besef je dat het gewoon niet echt is. En ik denk niet dat iemand iets tegen zo'n tros heeft als hij dan thuis is. Of wel? Zou je iets tegen hebben? Dat je zegt van, nou ja, ja ik zit er mooi, het is een mooie versiering. Iedereen zou denken dat het echt is. Dan hoef ik niet elke keer weer een nieuwe tros te zetten. Want dan hoef ik niet met de vliegjes dan te vechten de hele tijd. Omdat ze dan erop gaan zitten. Of de geur wanneer ze kapot gaan. Nou, dan heb je het mooi. Het probleem zou zijn, als het op het bord staat, en dan denk je van, nou, alsjeblieft, lekker het druiven. Niemand heeft iets tegen onze zeden en normen. Niemand heeft iets tegen het feit dat wij op tijd aankomen, dat wij dingen goed doen, dat wij mensen helpen, dat wij dan goede daden doen voor andere mensen. Niemand heeft tegen. Het hou je weg van de gevangenis, je verliest je baan niet, je hebt goede respect van mensen en alles gaat prima in dit leven. Het probleem komt wanneer je tegen God zegt, hier zijn mijn zeden en normen, ik verdien toch de hemel. Ik doe toch dit. En de fariseer zei tegen God, ik geef tiende, ik geef aan de armen, ik vast 3 keer per week, ik doe zoveel dingen. En wat zei Jezus over deze man, die zo'n tros druiven bracht voor hem in de tempel? Hij was niet gerechtvaardigd. Hij werd niet gerechtvaardigd daardoor. Waarom niet? Hij had vruchten. Hij bracht vruchten voor. Maar die waren niet de echte. Is het dan omdat hij zegt eigenlijk heel ijdel dan? Hij zegt eigenlijk, ik verdien
Omdat het dan trots was. Ja, sowieso. Als je dan druiven brengt die niet komen vanuit de geest van God, is er altijd trots en ijdelheid en egoïsme daaraan verbonden. Dan weet je welke de echte zijn en welke niet. Dat is het verschil tussen een echte christen en een neppe christen. Egoïsme, trots. Als het een echte is, nou ja, het is niet misschien de beste of de mooiste trots. Die beginnen al nu te... Dat is gewoon wat anders. En nog niet ronddelen, Lisa. Nog niet ronddelen. Maar dat is gewoon wat anders. Als je echt een echte trots druiven brengt, dan weet je, het is echt. Ik kan hem wel opeten. En dit zijn de vruchten die werkelijk de sap van de plant hebben gehad. Die anderen hebben die sap van de plant niet gehad. Ze hebben nooit geweten wat het is om verbonden te zijn met Jezus Christus. De christen die de neppe druiven voorstellen, die hebben Jezus niet leren kennen. Die weten niet wat de Heilige Geest in hun leven is. Die weten niet wat het is om door moeilijkheden te gaan, door beproevingen te gaan. Ze weten niet wat dat is. Want het is alleen door moeilijkheden en beproevingen die de vruchten komen. Wanneer we dan beproefd worden, wanneer we echt van de geest hebben ontvangen het leven van Jezus Christus, dan pas kunnen we zien, oké, daar komen de druiven. Want wat wil ik vaak? Ik wil vaak deze beproevingen vermijden. Ik wil vaak deze beproevingen niet meemaken. Of dan heb ik nog steeds van deze wereld lief. En dan ben ik niet verbonden in hem. En wat gebeurt er? Ik heb wel druiven. En voor de mensen is het prima. En iedereen accepteert me daarmee. En dan verdien ik ook de respect van de hele wereld. Maar als het gaat om voor God aan tafel, bij die avondmaal, bij de Heere Jezus Christus, dan kan ik het niet opeten. Dan kan hij het niet opeten. En dan kunnen we hiermee ook niet komen en zeggen van, Heere, ik heb mooier gehad. Want kijk, deze ziet er gewoon niet zo mooi uit. Maar deze is mooier. Nee, dit is eigenlijk wat hij verwacht. Dit is eigenlijk wat hij wil. Dus daden bepalen niet of iemand een christen is. Maar daden, een goede daden heb ik het natuurlijk, laten zien wie iemand is. Ze bepalen niet of een persoon een christen is of niet. Maar ze bewijzen wel, of ze laten wel zien wie de persoon eigenlijk is. Onze gemeente gaat niet om het uiterlijk, maar het uiterlijk laat zien uiteindelijk hoe je hart is. Het evangelie gaat niet om het uiterlijk, maar door het uiterlijk laat je zien wat in werkelijkheid in je hart is. Is het zoals je zei, is het ijdelheid of is het werkelijk de schoonheid van het hart? Voor jullie weten dat we een chameleon hebben. En bij hem gaat het om het gevoel. Hij verandert van kleur. En als hij zich niet zo goed voelt, dan wordt hij donker. En als hij dan blij en gelukkig is, krijgt hij de lichtere kleuren. En nu begint hij echt mooiere, lichtere kleuren te krijgen. In de strepen waar het donker zijn rood is, nu wordt het turquoise. Echt zo supermooi. Dat beest is nog 7,5 maand oud. Maar hij kan nu al. En hij kan ook zo geel worden. Waar het bruin is, kan hij zo geel worden. En de andere turquoise. Dus het is echt zo'n verandering. En hij zal beter en beter dat kunnen doen. Maar, en dat is natuurlijk de reden waarom we hem ook gekocht hebben. Van ja, het is zo mooi om te zien hoe hij van kleuren verandert. Maar dat is niet hoe God wil dat wij gaan veranderen. We moeten niet alleen uit onze gevoelens dan dingen doen. Wij zijn gevoelige mensen. En onze gevoelens zijn belangrijk. Maar de gevoelens zijn niet de leidraad. Die zouden ons niet moeten leiden in wie we zijn en wat we niet zijn. Het kan niet zo zijn dat er een excuus is omdat ik dan honger heb. En dan heb ik het over Sandra en ik. Dat ik dan zomaar reageer tegen haar omdat ik honger heb. Of omdat ik gestrest heb dat ik zomaar reageer. Ja, nee, sorry, maar ik ben gewoon gestrest. Want, of dat ik moe ben. Het kan niet zo zijn dat wij alleen in goede momenten dan met andere mensen goed zijn.
Jezus Christus kan door zijn Heilige Geest onze, ook zelfs onze geërfde trekken weghalen. En ook zelfs de aangeleerde trekken ook weghalen. Zodat we net als Jezus Christus kunnen zijn. Want Jezus ook in momenten van honger, in momenten van stress, in momenten van verdriet, bleef hij dezelfde. En dat is uiteindelijk de echte vrucht te dragen. En dan pas kan je zien een echte christen. Echte christen ken je niet alleen in de gemeente. Een echte christen ken je door de weeks. Een echte christen ken je hoe hij zich gedraagt en hoe hij is, ook in elke omstandigheden. En dan pas kan je zien. Maar om deze ruwe en grove, scherpe randen van ons weg te mogen slepen, zoals ook Paula dat zei in de les, belangrijk zijn de beproevingen in ons leven. Die laat ons echt zijn zoals Jezus. Het is niet het wat. Soms kunnen we erover discussiëren. Het wat. Het wat van de gemeente. Het wat van de gerechtigheid door het geloof. Het wat van... hoe definiëren we dingen? Wat is de definitie van alles? Kennis. Het is het waarom misschien. Waarom is iets dieper? Dan gaan we ons afvragen, waarom gebeuren dingen in het leven? Waarom staat het in de Bijbel zo geschreven? Misschien een andere vraag die zouden we kunnen stellen. Of waarom het hele christelijk leven omgaat. Is het wanneer? Wanneer zal het geschieden? En voor sommige mensen, ze willen echt graag weten de profetieën. Wanneer zijn de tekens van de eindtijd? Wanneer komt Jezus Christus? Wanneer is dit en wanneer is dat? Een andere vraag die we zouden kunnen stellen is hoe? Want dan is het meer toepasselijk. Hoe gebeurt het? Hoe kan ik het in mijn leven toepassen? Hoe breng ik het in praktijk? Maar de echte vraag die wij zouden moeten stellen is niet het wat, de definitie, de kennis, het waarom, uitleg van alles, het wanneer zullen dingen gebeuren? Of hoe passen we dat toe? Maar wie? Want het gaat om Jezus Christus. Hebben we iemand leren kennen? Hebben we iemand... Dan kunnen we de persoon vertrouwen. Hebben we Jezus Christus leren kennen? Dan hebben we de echte geloof. Dan hangen we van hem af. Gerechtigheid kan de mens tot zedelijkheid brengen. Zeden en normen. Maar zedelijkheid kan de mens niet tot gerechtigheid brengen. Maar echte gerechtigheid maakt ons wel mensen met zeden en normen. Sterke wil. En mensen die vertrouwen en die zachtmoedig zijn. Maar niet andersom. Ik vind het zo interessant om te zien in de Bijbel. In Ezechiël hoofdstuk 18, misschien kennen jullie dat. Dat... De Bijbel spreekt dat de goddeloze sterft wegens zijn zonde. Maar als de goddeloze zich bekeert en zijn zonde niet meer doet, dan wordt hij vergeven. Er wordt aan hem niet gedacht en ook niet aan zijn slechte daden. Alhoewel zijn hele leven verkeerde dingen heeft gedaan. Maar hetzelfde staat ook in Ezechiël, hoofdstuk 18, over de rechtvaardige. Heeft de rechtvaardige al zijn leven goede dingen gedaan, maar dan één keer dan gezondigd heeft, dan wordt er niet geteld en daardoor sterft. En dat heeft te maken omdat we niet gered worden door onze daden. Maar we worden ook niet verdoemd door onze daden. De mens was verdoemd wegens het feit dat zij een verkeerde keuze hadden gemaakt. Omdat zij God hadden ongehoorzaam. Maar Jezus Christus heeft ze eruit gehaald. De mens was verdoemd omdat ze kinderen van Adam waren. Maar door Jezus Christus, door de gehoorzaamheid van de ene, kan iedereen tot rechtvaardigheid genoemd worden. Dus zonder dat we iets doen, kunnen wij gerechtvaardigd worden. Zonder dat we iets doen, zijn we zondaren. Zonder dat we iets doen, dan kunnen we gerechtvaardigd worden. Het komt niet uit ons. Maar dat precies ook dezelfde. Is het zo dan dat mensen niet uiteindelijk veroordeeld zullen worden door verkeerde daden, maar door de genade dat zij verworpen hebben? En dan wil ik sluiten met de tekst van Johannes hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 21.
Johannes hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 21. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft niet, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Jezus Christus kwam niet op deze aarde om mensen te veroordelen. Dat was niet het doel van God. Maar de mensen worden veroordeeld omdat ze Jezus Christus verwerpen. Omdat het is door hem dat de mens genade heeft. Het is door hem dat mensen tot gerechtigheid kunnen komen. Het is door hem dat wij goede vruchten kunnen dragen. Maar in het moment dat wij de wijnstok verwerpen, dan brengen we dit voor God. En we worden niet veroordeeld omdat wij slechte of andere neppe druiven brengen, maar omdat we in Jezus Christus niet gebleven zijn. Omdat we van de echte niet hebben genomen. Omdat we de genade van Jezus Christus niet hebben geaccepteerd. Zonder mij kunt u niets doen. Was de eenleidende tekst. Met Jezus Christus kunnen we alles. Hij is alles voor ons. Hij is degene die jullie zal vertroosten in deze moeilijke beproeving. Maar hij is degene die jullie ook zal helpen om deze door te staan, overwinnen. En dat jullie dit sterker kunnen maken voor de eeuwigheid. Maar ook voor ons en voor iedereen. En ook niet deze week of de volgende, maar ook door ons hele leven. Dat wij in hem mogen blijven. Want zonder hem kunnen we niets doen. En het belangrijkste is uiteindelijk dat wij echt voor God de echte druiven mogen brengen. De echte sap, de echte druiven dat van hem komt. Mogen de Heer ons helpen en zegenen, is mijn wens en gebed. Amen. Amen.